Wat ben jij aan het doen, jij gele koempa? Jij, Michelangelo. Hij zegt, oké, dit is perfect, denk ik. Jij zit hier een val te maken, hè? Yo, Nintendo fans. We spelen Paper Mario en we zijn midden in het Koopa-kasteel. We hebben nog maar 3 HP over. Is echt niet veel. Ik denk dat dit fout gaat, maar oké, maakt niet uit. We gaan kijken wat we kunnen doen. Hopelijk kunnen we ergens healing vinden. Dat zou echt heel erg welkom zijn. We hebben in ieder geval een save punt hier. Dat is al een ding. Misschien dat we dan hier verder kunnen met volle HP als we doodgaan. Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe dit werkt. Laat het weten in de comments als jij weet hoe het wel werkt. Of misschien gaan we dat straks wel zien als ik inderdaad kapot ga. In de vorige aflevering heb je kunnen zien dat de gele of de oranje Mario Koopa hier wat deed. Hij was hier een beetje aan het sleutelen. Ik denk dat we neer gaan storten. Ik heb echt zo'n gevoel dat we... Zie je? Ik wist het. Ik wist dat dit ging gebeuren. Hij noemt me ook echt een loser. Hij zegt, je bent erin getrapt, sukkel. Oh nee, en nu zijn we... we zijn in de gevangenis. En dit schattige roze bommetje zegt... Oh, wat is dat? Waar kwam deze vandaan? En het schattige roze bommetje zegt... Ben jij dit, Mario? Ik dacht dat ik nooit zo'n beroemdheid zou ontmoeten. Neem dit alsjeblieft mee. Wie ben ik? Ik ben Bombette. En als je het niet had gezien, ik ben een Bob-omp. Aangenaam om je te ontmoeten. Ik denk dat ik jou best wel kan gebruiken. Deze Bombette die werkte hier, maar die Koopa Bros die hebben alles overgenomen. En ze proberen ons allemaal in de gevangenis te stoppen. En ik kon er niet meer tegen, dus ik explodeerde naast hun. De Koopa Bros vonden dat niet zo leuk en toen hebben ze me opgesloten. En niet alleen mij, maar ook de rest van de Bob-oms die hier werkten. En zij zegt, weet je wat? Een Bob-om rebellion of een opstand. Ze willen hier weg. En wij moeten hun helpen. Let's go. Let's go, laten we dat doen. Oh, nu zijn wij ook echt een team. Ik ben een team met Bombette. Let's go. Zij kan van alles en nog wat kapot maken. Muren en dingen. En ze heeft een body slam ability. Oh, dat is vet. Dat is vet. We krijgen nieuwe hulp. Let's go. Kijk, ze geeft even een voorbeeld hier zo. Kijk. Pas op. Nee, ik ga eerst sowieso dit hartje pakken. Want dat kan ik heel erg goed gebruiken. Dan zijn we weer helemaal vol. Oh, dat is lekker zeg. Oké, doe je ding. Ontplof maar. Piem. Ja. Ja, dit hebben we nodig hier. Ik heb al heel veel van dit soort gaten gezien in dit kasteeltje. Dus dit is handig. Eigenlijk moeten we die gele Koopa eens eventjes gewoon bedanken. Want hij heeft ervoor gezorgd dat we nu gewoon lekker samen hier weggaan. Let's go, Goombette. Daar gaan we, joh. Lekker dit. Oh, daar komen vijanden aan. Die zeggen, wat is dit voor geluid? Het is verboden om te ontploffen. Yo, kom dan. Ik heb alle Bob-ompies bevrijd. Piee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 e. Jullie gaan kapot. Let's go. Oké, dit was niet een hele harde body slam zo te zien. Kunnen we... Die bommetjes die zijn wel echt vervelend, man. Die zijn echt vervelend. Oké, we gaan proberen om te laten ontploffen. Let's go, Goombette. Beam. Kijk, en dan is gelijk één van die bommetjes weg. Lekker dit. Lekker. Die andere kunnen we samen fixen. Body slam. Lekker gewerkt, joh. Heerlijk gedaan. Kijk, maar dat is top, want Goombette die kan nu waarschijnlijk hier al die hokjes kapot gaan maken. Hè? En dan hebben we nog sleuteltje erbij. Kijk, lekker. En ontplof. Nice. Sleutel is voor mij. Oké, wat hebben we nog meer? Kunnen we nog meer op meer plekken naar binnen? Ja, kijk, hier kunnen we ook nog naar binnen. Zo, lekker. Wat ze vlot. Wat is dit dan voor itempy? Oh, hiermee blijven we op een vijand springen totdat wij missen. Dus dan kunnen we eigenlijk heel veel damage doen. Nou moet ik eigenlijk dus hier nog bovenop zien te komen. Ik weet niet hoe ik daar op kom. Misschien vallen we nog een keer ergens naar beneden dat we daar dan terechtkomen. Dan kunnen we die sleutel daar nog pakken. Waarschijnlijk is boven een ruimte dat we door gaten naar beneden moeten vallen ofzo. We gaan even opnieuw saven, zodat ik dit hele stuk niet opnieuw hoef te doen. Dan gaan we opnieuw naar boven. Dan gaan we kijken waar die gekke, coole Koopa's mee bezig zijn, joh. Hallo? Is iemand hier? Hallo? Oh, jeetje, waar kom jij vandaan, joh? Heel vervelend dit. Ik heb straks ook gewoon weer echt heel weinig HP over, hè, verdorie. Kijk, we zitten wel weer op 9, joh. En mijn FP begint ook alweer op te raken. Dit vind ik niet oké. Dit vind ik niet oké, jongens. Dit is oprecht een moeilijk spelletje zo te zien. Komen er nou nog meer vijanden? Nu even niet. We hebben hier een slot. Dat kunnen we openmaken. Lekker, let's go. Gaan we kijken wat hier is. Oké, wat is hier gaande? Oh, wacht. Nu heb ik Cooper nodig. Cooper, jij moet even die knop daar indrukken voor mij. Dankjewel. Oké. Ja. En dan kan ik hier naartoe. En dan moeten we weer die knop indrukken. Zodat alles weer weggaat en ik door kan lopen. Top. Dan hier weer die knop. En dan moet ik er niet afvallen. Oké. Ik ben er weer. Top. En dan kunnen we nu hier naar boven.
Oh ja, kijk, nu snap ik het. En dan gaan we hier naar beneden vallen of zo. Oh, niet. Yo, ik ga hier weer een powerblok gebruiken, hoor. We gaan iedereen even op zijn rug knallen, hè. Hotseflots. En dan de ability met de power shell. Dan gaan we iedereen in één keer kapot maken. Want ik ga niet tegen 4 vijanden lopen vechten hier. Dat gaan we mooi niet doen. Dan ben ik weer al mijn HP kwijt. Jammer dan van die powerblok. Toppie, kijk. Oh, we krijgen gewoon 2 FP terug. Dat is lekker. Even kijken wat hier nog meer is trouwens, hoor. Volgens mij heb ik niet meer een sleutel. Ik kan hier dus wel dit knopje indrukken. Dan krijgen we weer een trap die naar beneden gaat. Zo, dan kunnen we daar weer verder. En dan moet ik het waarschijnlijk weer ergens anders een sleutel vandaan halen. Ja. Kijk, kijk, kijk. We zijn nu hier. Daar kunnen we bombetten weer voor gebruiken. Jij mag eventjes hier ontploffen. Jouw ontplofmagie mag je even doen. Top. Komen we nu hier terecht? Heb ik hier de sleutel? Nice. En die kunnen we natuurlijk boven dan weer gebruiken. Oh snap, we gaan lekker, we gaan lekker. Ik neem ondertussen Cooper weer even mee. Want met Cooper kan ik gewoon veel vijanden tegelijk verslaan. En vooral die bommetjes, dat is best wel handig. Hier is nog een knoppie. Oh, en dit was het begin. Het hele begin van het kasteel. Oh, er worden nu waarschijnlijk een paar Koopa paratroopa's worden daar wakker. De trap gaat omhoog. Ah, en dan moeten wij hier ook weer verder naar boven. Kijk, ze panieken, joh. Kijk, ze panieken. Oké, deze kunnen we hebben. Denk ik. Hopelijk gaan we hier niet te veel HP verliezen. Als we deze gewoon even af kunnen weren zo. Ah, te laat. Jammer. Ik ga wel alvast op zijn hoofd springen. Zodat hij me nu niet aan kan vallen. Let's go. Alles voor de XP. Hopelijk krijgen we ook wat hartjes ervoor terug. Of wat FP aan het einde van deze battle. Dat zou wel lekker zijn. Dat hebben we namelijk wel nodig. Ik weet niet of we nog een hartje krijgen voordat we naar de baas gaan namelijk. Waarmee gewoon alles weer aangevuld is. Dat is 1. Oh, 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 we moeten wel dat hartje pakken. Snel dat hartje pakken. Ja, top. Lekker. Oké. Okay. Oh, dit is er maar 1. Oh, dat is chill. Chill, man. Lekker dat je maar in je eentje bent. Daar hou ik van, joh. Hotseflots. Zijn wij een keer in de voordeel? Hebben wij een keer 2-1? Dat is ook wel eens lekker, jongens. Krijgen we nog iets goeds nu? Oh, ja! Een mushroom! Oh, die is zo welkom. Lekker. Maar zouden we nu dan naar de baas gaan? Zou ik nu van tevoren al die mushroom moeten gebruiken of... Ik weet het niet. Hier is nog een item. Wat is dat voor item? Ik denk dat het wel waard is om dat even te gaan checken. Eens even koekeloeren hoor. Een Smash Charge Badge. Daarmee hebben we 2 extra punten die we damage doen. Dat is op zich wel chill, denk ik. Oké. Okay. We gaan hier doorheen. Hopelijk komen we nog een savepunt tegen. Voordat we een battle moeten gaan doen. Ja, ik zie daar onder een savepunt en een hartje. De Koopa Bros die komen hier naar buiten. Dat is leider Koopa, die rode. En die zegt, ik had niet verwacht dat jij het zo ver zou, dat jij zo ver zou komen. Maar je moet niet arrogant worden. Je hebt ons gewoon verrast. Maar als wij serieus gaan doen, dan vegen we de vloer met je aan, vriend. Oh, echt bommen en zo? Oh, snap. Oh, snap. Bullet Bills. We moeten hier naar beneden. Snel, snel, snel. Lekker. Oké, top. Dan gaan we gewoon onderlangs. Kunnen wij dit kapot maken? Kunnen wij zeker. Maar dan hebben we denk ik even bombetten nodig. Bombetten mag dit gewoon even gaan doen voor ons. Boom. Lekker bombetten. Dankjewel. Wat is dit? Een siroopje. Ik denk dat het slim is om die honingsiroop even te nemen. Ik ga Cooper weer vooraan zetten. En ik ga die mushroom ook nemen. Want het zou zomaar kunnen dat wij nu een battle moeten gaan doen. Dan gaan we gewoon lopen. We gaan kijken. Oeh, spannend, spannend. Oef. Let's go. Ah, kijk uit, kijk uit. Nee. Nee, nu moet ik battelen. Ik wil niet battelen. Oké, maar kan ik deze gewoon in één keer kapot maken dan? Ik kan zeker hun in één keer kapot maken. Dat is lekker. Oh, misschien ga ik een level omhoog straks. Ik moet eigenlijk nog 1 of 2 gevechten doen. Dan ga ik een level omhoog. Laten we dat doen. Oh, maar ze raken mij wel hard. Daar moet ik wel voor oppassen. Maar hé, ik wil gewoon een level omhoog, jongens. Dan moet ik nu nog 1 battletje doen en dan ga ik ook echt een level omhoog. We gaan het proberen, we gaan het proberen. Ik ga ook proberen er bovenop te springen. Lekker! Dan hebben wij een first strike. Weet alleen niet of het heel veel zin heeft. Want nu zijn zij alsnog met z'n drieën. Dan moeten we deze even afweren, dat lukt niet. Maar we gaan wel een level omhoog. Kijk, dan zijn we ook weer vol. Dan ga ik nu voor HP. Dan heb ik 20 HP en hopelijk gaan we het daarmee redden. En hopelijk hoeven we dan nu ook niet meer te battelen. Oh, nice. Oké, okay, cool. We hebben hier een hartje over. Die kunnen we dan misschien na de battle nog gaan gebruiken. Ik ga 7. Let's go. Dit is spannend, jongens. Dit is super spannend. Oké, okay, het onderste kanon moet even schieten. En dan gaan wij... Oh. Ik moet vechten tegen het kanon. Oh, deze zag ik niet aankomen. Deze zag ik zeker niet aankomen. Hoe gaan we dit doen dan? Ik heb natuurlijk bombetten nodig hier. Dat is het. Oh, jongens, afweren. Heb ik nog items die ik kan gebruiken? Let's go, we gaan voor het powerblok. Daarmee raak ik denk ik iedereen. Kijk, lekker. En dan gaan we de bomb ability doen. Ja, dan gaan we de bomb ability doen met bombetten. Let's go. Let's go. Opploffen. Lekker.
En daar gaat één kanon, jongens. Nice. Dan hoop ik dat ik ze ook gewoon damage kan doen met mijn hamer. Ja, top. En kan zij damage doen met de body slam? Dat zou ook wel lekker zijn als dat gewoon lukt. Ja, één damage. Ja, lekker. Die tweede is ook weg. Toppie. Oké, nu hoeven we ons geen zorgen meer te maken. Volgens mij, deze battle gaat wel goed komen. Ik ga ook gewoon rustig aandoen nu. Ik ga niet meer abilities gebruiken en zo. Die punten die gaan we lekker besparen. Dit gaat helemaal goed komen. Lekker, lekker, lekker. Boom. En die is ook weg. Nice. Volle HP over. Slash 3 FP gebruikt. Dit is helemaal top. Dit is helemaal lekker. Krijg hier nog 1 FP erbij. En dan gaan we gewoon opnieuw 7. Want dit hebben we gewoon heel goed gedaan. Dit was een prima battle. Ja, en die Koopa Bros, die zijn hier binnen. En die gaan wij in de volgende aflevering keihard verslaan. Geloof me. Als je dat wil zien, doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ja, zet het belletje aan. Gewoon. Want dan mis je geen enkele Nintendo video. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!